is 7:30. Ik ben vanochtend om 5:45 ongeveer in Nederland vertrokken. Ik ben nu in Marl. En we gaan hier een aantal hubex-objecten bezoeken vandaag. Het zijn er een stuk of 8, maar daar kom ik niet aan toe. Maar ik ga er zoveel mogelijk proberen. En de eerste is al over een paar honderd meter. En ik vermoed, maar weet ik niet, dat die best wel moeilijk toegankelijk is. Maar dat gaan we wel zien. Het is een school. En er zitten vandaag een paar dingen bij. Een school. Een huisje bij een dam of iets. Of een sluis. Twee bunkers. Een huis. En nog een soort sociale werkplaatsachtig iets. Waar kinderen konden leren om te gaan werken. Geen flauw idee, maar dat gaan we wel even bekijken. Volgens mij zijn we al op de eerste locatie. Ik ben benieuwd. Yep. Dit moet het zijn. Even kijken of we hier binnen kunnen komen. Net de school proberen te bekijken. Niet gelukt. Ik kon ergens binnenkomen. Ik kon niet over het hek komen, makkelijk. Er liepen ook heel veel mensen met honden. En ook werkmensen liepen er. Ik heb één plek gezien waar ik vermoedelijk erin kon, maar dat was veel te druk. Dus ik heb besloten, de volgende is pas over 5 kilometer. Ik heb besloten om daar met de auto heen te gaan. En vandaar even verder kijken. We zijn iets naar het noorden gereden. En mijn auto hier heeft er neergezet in een dorpje. Nu gaan we ergens een brug over. En als we even kijken, er zijn er twee punten. Iets met een sluis en iets met een soort sociale werkplaats. Is nog een paar kilometer lopen. En dan moeten we denk ik die brug over. En dan ergens aan de overkant moet het zijn. Nou, dit is de tweede locatie. Het is hier aardig rustig. Behalve dat er net hier bijna pal voor de deur iemand in een auto stopte. Ziet wel uit als een werkauto, maar ik denk niet dat hij er wat mee te maken heeft. Volgens mij kunnen we hier wel opkomen. Even omheen lopen. Even kijken hoe we hier binnen zouden moeten komen. Kijk, de deur staat gewoon open. Nou, het is echt helemaal overwoekend hier ook. Even eens kijken hier. Ik zie allemaal spullen staan. Lijkt wel of dat zwervers wonen of zo. Echt. Heel bijzonder, allemaal schoenen, spullen en zo, flesjes, weet ik wat allemaal voor zooi. Dus ik laat het hier even bij. Ik heb geen zin om mensen te blijven lopen. Hier zou ergens het verlaten bergswerk moeten zijn. Hier rechts van mij is de parkeerplaats. Hier zie je daar de bosjes nog. Het ziet er niet altijd nieuw meer uit. Altijd even kijken of de voordeur open is. Maar dat zal wel niet. Vastgezet. Is ook vastgezet. Verder kijken. Even omlopen misschien. Wacht even. Ook vastgelast. Kijk, hier is een paadje. Dus kun je hier ergens in. Vaak hebben ze dan hier een ingang gemaakt of zo. Kijk. Ja, hier zit een gat in het hek.
Nu door dat gat gekropen. Vastgelast. We gaan even rondlopen. Transportband of zo. Hier zit dan de operator. Hier is helemaal ondergelopen. Ja. Nou, dit zullen de kantoren geweest zijn. Zo te zien. Kan je hier ook niet naar binnen. En aan de zijkant, die kun je ook niet naar binnen. Ja, dit raam hebben we wel heel gelaten. We gaan er gewoon even omheen lopen, even kijken. Kan er de auto aan, maar die is gelukkig weer weg. Dacht ik. Dus die proberen naar binnen te gaan. Nou, binnen. Maar die zijn dus ook dicht. Fucking dicht gelast. Shit, sorry. Nou, het kantoor kunnen we niet zomaar binnen. Zonder iets te slopen. Dat doen we al niet. Eerst hier even kijken. Daar gaan we nog even kijken. Er is een andere mijn geweest. Ding, joh. Is ook allemaal dicht. Allemaal dicht gemaakt. Kijk. Zijn hier al koperdieven geweest? We trekken alles los, halen al het koper eruit. We hebben nog geprobeerd binnen te komen. Niet maar gelukt. Ook allemaal troepjes, allemaal dicht. Ik denk dat ze het recentelijk allemaal nog even een keer extra dichtgespijkerd hebben. Ja, maar allemaal. Zie je hier de doekjes. Ja, een keer een beetje naar binnen kijken. Kopen dieven. Die hebben het helemaal leeg getrokken hier. Zo. Helemaal gestript. Vaak slapen die lui dan ook op zo'n locatie. Dus gewoon een paar dagen even alles leeg trekken. Kijken daar. Kijk. Hier is het ook helemaal ingetrokken. Wel aardig terrein hoor. Zo.
Ik ga nog even kijken of ik in dat kantoortje kan komen. Kijk. Er is wel iets open. Kijk of dat lukt. Nou, het is gelukt. Ik ben er doorheen. Kluisjes of zo. Fiets, ik weet niet wat dat is. Werklijst of een aftekenlijst. Of iets. Waar doen theeautomaten? Geen idee. Wat is dit? Kijk, ik heb ze ook helemaal leeg getrokken. Boiler eruit. Lekker zitten zuipen. Oh. Kleedkamer waarschijnlijk. Ik denk dat we hier net proberen binnen te komen. Oh joh, zo. Hartstikke groot hier. Huisjes, ja. 5 december 2015. Aankondiging. Lijkt in ieder geval rond november, december 2015 gestopt te zijn hier. Deze zagen we straks al. De buitenkant, wat kluisjes. Die veel mensen gewerkt hebben, zeg. Kut, dat allemaal is. Hier loop je dan door waarschijnlijk. Naar de werkruimte. Oh, is een... Zit dan. Een grote ruimte, joh. Flauw idee. Spuitbussen. Willem Henk. Iets aangehangen. Maar wat? Het lijken gewoon kleedkamers, maar. Hier zo. Beetje gek. Karretje. Ja, dat zijn werkruimtes, maar. Maar waarvoor? Geen flauw idee. Echt enorm hier. Iets van mijn voetstappen, van mijn voorhangers. Ah. Hey, hier kunnen we naar boven. Oh, dat zal het dak op zijn, denk ik. Even kijken. Wat is dit hier? Iets
een machineruimte of zo. Twee machines. Is dat al een trap? Douches, denk ik. Ja. Het is aan de voorkant. Het is echt enorm groot hier. Niet normaal. Kijk joh. Zit. Jeetje. Vet hoor. Zijn wel lekker bezig geweest hier, jongens. Goeiedag. Toiletten. Kijk, kunnen we naar boven. Even kijken wat hier is. Zo, kijk eens even. Is wel kantoor van deze zijn. Even naar boven. Kantoren geweest zijn, denk ik. Hier zijn ze ook naar binnen gegaan. Ja. Oké. Is vogel op dak. Oh, vogels binnen. Oh, die zijn er binnen gevlogen. Ik ga nou wat. Oké. Ik ga weer de uitgang zoeken.
bordje. November. Is al grappig. Ah, uitzichtpunt. Nou, zo'n mooi uitzichtpunt hier. Is dat? Telefoonlijst. Nou, ik kan door gelukkig naar binnen. Overal was alles alweer dicht timmerd. Dus deze gelukkig nu wel gelukt. Dus dat is mooi. Ik heb honger. Dus ik ga eens even wat te eten maken. Maar eerst ga ik even de uitgang zoeken. Hiernaast is een rivier, dus ik denk dat ik daar maar even aan ga zitten. Via een andere eruit was dat ik erin ben gekomen. Deze kan ook. Hoppa. Koffie en eten. Nu aan de overkant van waar we net waren. Daar zie je de toren. Daar. En daar gaan ze even aan de rivier even een plekje zoeken om even koffie te doen en even wat eten. Nou, hier een bakje koffie doen. Dat lukt wel, denk ik. Water staat weer aan. Vandaag hebben wij een lekkere saté babi. Yam, yam, yam. En natuurlijk een dubbele espresso. Yam, yam, yam. Nog even wachten tot de babi klaar is. Nog 5 minuutjes. Oh. Hij is klaar hoor. Lekker, lekker. Zo, eerst even wat eten. Lekker hoor. Tegenover me zie je de verlaten mijn. Ik dacht eens dat dat een, iets anders was. Iets van sociale werkplaats of kinderopleidingscentrum of whatever. Maar dat was het niet. Het bleek dus een verlaten mijn. Het was wel leuk om even te kijken. Ik kon er bijna niet binnenkomen. Heel veel was al dichtgetimmerd. Gelukkig nog één opening gevonden ergens. En verder vanochtend natuurlijk die school even bekeken. Maar daar konden we niet binnenkomen. Dus we snel weer weg. Daarna dat verlaten waterpompstation. Maar daar leken dus mensen in ieder geval in te bivakteren. Of ik weet niet. Maar. Dus daar ben ik maar weggegaan. En nu deze dus. Zometeen terug naar de auto lopen. Nog een kleine 2-3 kilometer. En dan nog een uur en 3 kwartier naar huis rijden. Dus zijn we er wel weer klaar mee. Maar eerst even mijn saté babi even opeten. Yam, yam, yam.